Dames en heren van de gemeenteraad van Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 15 september 2015. Het welkom geldt natuurlijk ook voor de mensen op de publieke tribune. Van harte welkom, nogmaals geheten hier in het gemeentehuis van Hardenberg. En de mensen die ons beluisteren via de moderne media ook een welkom gewenst. Ik open de vergadering. Ik constateer dat de raad in voltalligheid bijeen is. En er zijn op voorhand geen mededelingen. Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar agenda punt 2. Vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen, zoals we dat dan zeggen? Dat is het geval. Akkoord. Agenda punt 3. Het spreekrecht bij de agenda. Punten. Hebben zich geen mensen gemeld? Ook nu niets. Dat betekent dat wij snel doorgaan naar agenda punt 4. De actuele vragenronde. Het kan zijn dat de actualiteit vraagt om daar vanuit de raad een vraag over te stellen. Die mogelijkheid is er en ik zie een beweging vanuit mijn ooghoeken op links op koers.nu. De heer Botter. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de fractie van op koers.nu wil graag een vraag stellen over de grensovergang Balderhaar, te Kloosterhaar. Ons is duidelijk geworden dat de mogelijke sluiting per 1 juli is opgeschort tot 1 oktober. Raadsbreed is u een document overhandigd met de vraag de lobby te voeren om uiteindelijk te komen tot definitieve openstelling van de grensovergang Balderhaar. En onze vraag is, hoe staat het ermee? Blijft de grensovergang ja of nee geopend na 1 oktober? En ik verwacht van u een antwoord waarvan ons duidelijk wordt hoe de hazen gaan lopen. Akkoord, dank u wel. U kijkt heel nadrukkelijk in mijn richting. Ik zou dat willen doen. U mag een onzuivere beweging waarnemen van een meter precies. En dan kom ik bij de heer Janssen uit. Ja, in dit geval, omdat het gaat vooral over de fysieke gesteldheid van de grensovergang. Althans de wegen daarbinnen. En nog niet zozeer over andere grensperikelen. Geef ik toch speel ik de vraag door naar de heer Janssen. Vanuit zijn portefeuillehouderschap. Ja, dank u wel. Naar aanleiding van alles wat er aan beide kanten van de grens is gebeurd, mede aanleiding daarvan, hebben de burgemeesters van Ulsen en Wielen in de zomervakantie in juli opnieuw contact opgenomen. Dan kunnen we toch nog eens een keertje praten en eens kijken wat we kunnen doen. En het verhaal van hen was, wij gaan in ieder geval de sluiting een eentje opschuiven een aantal maanden om ruimte te maken om toch nog eens in allerlei verbanden na te denken of we de grens daar open kunnen houden. Dat is vervolgens geleid tot, wij hebben gezegd, we willen graag met jullie meedenken. Maar het betekent niet dat wij Duitse wegen kunnen gaan betalen, want dat hebben we al een keer eerder gewisseld. En dat is geleid tot wederzijds overleg waarbij ook ambtenaren van ons zijn betrokken geweest. En na de vakantie tot een bijeenkomst in Ulsen, waar ik ook zelfs bij betrokken ben geweest, waar bij de burgemeesters ook waren en waar een aantal mensen met allerlei verbanden waren om eens te kijken van wat kunnen we nu allemaal nog doen. Daar zijn een aantal acties uitgezet en u zult mij niet kwalijk nemen als ik nou al die acties niet tot in detail hier neerzet. Want ik wil ze wel graag kans van slagen geven om met behulp van subsidies, met behulp van ook een groter Duits gebied erbij te betrekken, toch te proberen de grens open te houden en daar ook met name het de grensregio, ook de toeristische omgeving, misschien daar wel een toeristische route langs te leggen, toch te proberen om dat ding open te houden. Nou, dat betekent dat op korte termijn enig noodzakelijk onderhoud gepleegd moet worden, anders dan kan die gewoon niet open blijven. En we hebben ook daar weer gezegd, we willen dan wel even met Wielen meedenken of we nog wat meer tijd kunnen rekken om al deze kansen een echte kans te geven. Dus wordt vervolgd. En vooralsnog blijft hij dus gewoon open, inderdaad. Zolang blijft hij inderdaad open. En we willen in ieder geval nu proberen om het echt over de winter heen te trekken. Om echt kansen te krijgen om een oplossing te zoeken. Akkoord. Voor de helderheid, voorzitter. Tot nader orde blijft de grensovergang gewoon geopend. De grensovergang Balderhaar, om helemaal precies te zijn, die blijft geopend. Tot nader orde. Akkoord. Geen andere vragen? Dan kunnen wij dit punt ook afronden. Agenda punt 5, vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 1 september, jongsleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen.
Ook nu niets. Akkoord, dank u wel. Dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond, van deze agenda. Dat is er één. Dat is agenda punt 6, deelname aan de Stichting Ondernemershuis. Ik inventariseer even op voorhand wie daar een vraag over wil stellen. En meldt, of een vraag, in ieder geval een bijdrage wil leveren, laat ik het zo zeggen. Mocht er daar nou veel vragen uit voortkomen, dan ga ik het voorzitterschap nog even overhandigen. Ik wacht eerst even de bijdrage af. Ik constateer de vinger van de ChristenUnie, CDA, Leefbaar Hardenberg, T66, op koers.nu en de Partij van de Arbeid. Ik begin bij de ChristenUnie. Heer Wilts, achter het spreekgestoelte, dat is akkoord. En ik constateer tevens dat ik verwacht dat deze bijdrage ook in de vorm van een soort van maiden speech zal gebeuren van de heer Wilts. Tenminste, dat vermoeden heb ik over dit thema. Het woord is aan de heer Wilts. Voorzitter, bedankt. Met dit voorstel krijgen we nu kennis van betekenisvol ondernemen met ondersteuning, facilitering van de gemeente Hardenberg. De ChristenUnie wil dat de gemeente Hardenberg door middel van het ondernemershuis voldoende kracht ontwikkelt om tot grotere bloei te komen. In de oriënterende ronde van 18 augustus kwam deelname van de gemeente en het ondernemershuis onvoldoende duidelijk uit de verf. En we beseffen dat de portefeuillehouder daarin de P had. Want u staat ervoor dat Hardenberg hierdoor aanzienlijk meer kracht ontwikkelen zal om tot grotere bloei te komen. We zijn blij dat dit nu beter en duidelijker in dit raadsvoorstel is verwoord. Zo is de raad in staat haar controlerende functie op de deelname van de gemeente aan de Stichting Ondernemershuis degelijk uit te voeren. De ChristenUnie kan met dit voorstel binnen 3 jaar de financieringstermijn, de vorm, inhoud, doelen en de resultaten toetsen. We hadden een drietal opmerkingen over het eerdere raadsvoorstel en hebben die als meetlat langs het huidige voorstel gelegd. 1. De onduidelijkheid over het te nemen besluit. De duidelijkheid is nu verwoord door kennisneming van de genoemde 3 onderdelen. Ik zal ze verder niet meer noemen. 2. De wijze van participatie. In het meerjarenprogramma Hardenberg stapt stevig op de toekomst af, wordt de rolverdeling tussen overheid en markt absoluut gemaakt. Vooral adviserend, faciliterend en verbindend. De ChristenUnie is van mening dat actief participeren in dit raadsvoorstel deze inhoud heeft. In ieder geval komt dit nu tot uiting in de duidelijke doelstellingen en subdoelstellingen. Daarnaast zal een ondernemer de vurige voortrekkersrol gaan vervullen, een ondernemer dus. De resultaten zullen inzichtelijk worden middels het monitoringssysteem van Kennispoort en de actieve informatie over die resultaten gaan naar de raad. Punt 3. Verwoording in het huidige voorstel, in het voorstel van de financiële onderbouwing en de risico's hiervan en het beoogd effect willen we terugzien in het voorstel. Dat was het derde punt. Het voorstel is nu voor de ChristenUnie financieel onderbouwd en de risico's inzichtelijk. En daarnaast is het beoogd resultaat controleerbaar ingevuld. Immers, nu is aangegeven dat de doelen van de economische agenda worden gerealiseerd en gewaarborgd door de gemeente. Het gewijzigde voorstel geeft de fractie van de ChristenUnie voldoende vertrouwen om nu akkoord te gaan en we bedanken de portefeuillehouder, de huidige kwartiermaker, de ambassadeurs, het college en de ambtenaren voor het adequaat omgaan met de stevige opmerkingen vanuit de raad. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. De fractie van het CDA. De heer Brink. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vanavond bespreken wij in dit huis het voorstel aangaande de deelneming van de gemeente aan de Stichting Ondernemershuis. Voorzitter, laat ik gelijk maar met de deur in huis vallen. Onze fractie is positief kritisch als het gaat om dit onderwerp. En als wij de geluiden om ons heen in de afgelopen periode goed beluisterd hebben, dan kunnen wij niet anders dan concluderen dat we niet de enige zijn. Tijdens de oriënterende ronde van 18 augustus jongstleden
Is er dan ook lang gesproken over dit onderwerp en zijn er door de diverse fracties veel vragen gesteld. Positief zijn wij als het gaat om ondernemerschap. Daarnaast vinden wij het als fractie ontzettend belangrijk dat ondernemingen, innovatie en het onderwijs aan elkaar worden verbonden. Het ondernemershuis lijkt, als wij het stuk lezen, in deze behoefte te voorzien en daarmee zijn wij ontzettend tevreden. Verbinden is ook het kernwoord als we het hebben over de plek die onze gemeente in onze ogen zou moeten innemen in het ondernemershuis. We moeten te allen tijden voorkomen dat onze gemeente op de plek of op de stoel van de ondernemer gaat zitten. Kritisch zijn wij allereerst als het gaat om de gekozen locatie. De stichting heeft er bewust voor gekozen om haar intrek te nemen in het gebouw, maar ook een financiële instelling is gehuisvest. Een mooie locatie op een prima plek. Vanuit de omgeving horen we echter ook wat kritische geluiden over de gekozen locatie en deze twijfels die delen wij. We moeten echter voorkomen dat de gekozen plek geen drempel opwerpt en wij zullen dit dan ook op de voet blijven volgen. De portefeuillehouder heeft in de oriënterende ronde aangegeven dat het ondernemershuis een soort subvestiging wordt van Kennispoort Zwolle en daarmee zal ook sterk de samenwerking worden gezocht met de regio. Wij als CDA zijn positief als het gaat om samenwerken, maar vindt wel dat de inzet van middelen als bijvoorbeeld het onderwijs de focus allereerst zal moeten liggen op onze eigen gemeente. Dit hebben wij ook naar voren gebracht tijdens de met de benen op tafel sessie, zoals wij die onlangs hebben mogen meemaken. Dan hebben we nog een punt aangaande de evaluatie en hebben met heel veel belangstelling het stuk gelezen over de monitor. Het CDA is benieuwd naar de resultaten en we zullen deze dan ook met heel veel belangstelling volgen. Daarbij willen wij voorstellen om binnen een acceptabele termijn een evaluatie te houden, zodat de Raad 100% in de gelegenheid wordt gesteld om haar controlerende rol op de juiste wijze uit te voeren. Voorzitter, ik eindig positief, want wij zijn ontzettend blij met de toezegging van de portefeuillehouder dat het ondernemersstartpunt blijft bestaan. Dit initiatief, dat mede door de inzet van het CDA van de grond is gekomen, zal naast het ondernemershuis blijven functioneren en hierover zijn wij, naar we hebben begrepen, intussen gesprekken gestart met het Alfa College in Harderberg. Wij wachten de uitkomsten van de gesprekken met heel veel belangstelling af. Alles afwegende zullen wij instemmen met het voorstel en willen wij alle betrokkenen bedanken voor de informatie die zij ons in de afgelopen weken hebben verschaft. En wij hopen dat zij dat in de toekomst zullen blijven doen. Dank u wel. Dank u wel, heer Brink. Mevrouw Baarslag, Leefbaar Harderberg. Dit is beter, voorzitter. Het ondernemershuis. Een ondernemershuis voor ondernemers. Op zich een goed idee. Die zijn er namelijk ook. VNO-NCW, MKB Nederland, Kamer van Koophandel, brancheorganisaties en industriële kringen. En hebben die niet allemaal als core business het samenbrengen van ondernemers? Netwerken, bedrijfsbezoeken, uitwisseling van personeel, cursussen en vooral elkaars producten afnemen? Ik kan me nog herinneren, voorzitter. Jaren geleden werden de plaatselijke ondernemers door de wethouder gevraagd om mee te werken aan een onderzoek om de werkgelegenheid te stimuleren. Alle sectoren deden mee. Van recreatie en toerisme tot transport, bouw, zorg, etc. De branches waren goed vertegenwoordigd. Maandenlang hebben ondernemers zich ingespannen om van elke branche een adviesrapport uit te brengen. Vervolgens was het de bedoeling dat de wethouder met die adviezen aan de slag zou gaan. Helaas, u raadt het al, het verdween in de la.
Nu aan de andere kant van de tafel. Leefbaar Hardenberg kan zich voorstellen bij een terugtrekkende Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW dat de gemeente er opnieuw een boost aan wil geven. Kijk, ondernemers betalen al contributie voor al die organisaties. Dus waarom denkt de gemeente iets beter te kunnen dan de organisaties die ervoor zijn opgericht? En nog iets, een ondernemer die Zwolle te ver vindt om zijn producten aan de man te brengen, of die een andere taal spreekt, nou, ik weet het niet hoor. De vraag is dus A, of dat met publieke middelen moet, en B, of de gemeente in staat is er dit keer wel in te slagen. Het is anno 2015 nu ook nog niet zo dat het geld voor het oprapen ligt. En ik kan nog wel een paar leuke items bedenken waar wel wat geld bij kan. Dus zorgvuldigheid is betracht. Navraag bij ondernemers leert dat die er verdeeld over zijn. Een ondernemershuis. De een vindt het prima als de gemeente daar geld in wil steken, maar verwacht er weinig van, want dat doet zijn eigen werkgevers of brancheorganisatie nu ook al voor hem of haar. En de ander denkt, ach, misschien is het wel goed netwerken, kunnen we eens kennis maken met onze buren in de regio. Kortom, lastig. Nu is er nog nooit iets gebeurd zonder nieuwe initiatieven en niet geschoten is altijd mis. Want als het lukt om de huidige werkgelegenheid hier te houden en uit te breiden en als ondernemers elkaar beter leren kennen en ook iets gunnen, dan gaat het ook beter met Hardenberg. Meer inkomsten, meer uit te geven. Kortom, voorzitter, I give it a try. We gaan het proberen. Overigens niet tot in lengte van jaren. En dan zie ik wel heel graag dat de portefeuillehouder en de ambassadeurs ons over een jaar informeren over de voortgang. Wij gaan hier dus mee akkoord. Akkoord, dank u wel, mevrouw Waanslag. D66, mevrouw Hansen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het blijft altijd lastig om nieuwe initiatieven te voorzien van harde doelstellingen, harde criteria waarop iets afgerekend wordt. Soms is het succes een gevolg van inspanningen die pas 2 of 3 jaar later aan bod komen. Dat is de reden waarom de fractie van D66 van mening is dat dit een sympathiek voorstel is en dat onze steun kan verdragen. Wij hopen, net als alle andere partijen, in 2016 een uitgebreide voortgangsrapportage en evaluatie te krijgen, waarin gerapporteerd zal worden op zaken zoals het bereikt aantal ondernemers, het aantal doorverwijzingen naar de kennispoort en het aantal succesvol gerealiseerde verbindingen. Als wij aan de hand van die evaluatie kunnen bevestigen dat dit soort initiatieven toch ook door een gemeente genomen kunnen worden, denk ik dat wij een goede stap zetten. En wij wensen daarom alle betrokkenen veel succes met de verdere uitwerking en uitbouw van dit positieve project. Akkoord, dank u wel. De fractie van Op Koers met Nu, de heer Botter. Voorzitter, de fractie van Op Koers.nu heeft kennis genomen van het voorliggende plan vanuit de gebruikelijke kaderstellende rol en eveneens vanuit een verantwoordelijkheid die rol duidelijk te kunnen maken richting kiezers. Vanuit die rol, voorzitter, werd ons meteen duidelijk dat transparantie en controleerbaarheid uit het eerste voorstel niet de sterkste punten waren en in die mening bleken wij niet alleen te staan. Een overheid die zich te nadrukkelijk met marktpartijen inlaat, kan zichzelf in problemen brengen. De wijze en vorm waarop het voorstel, in maar liefst 2 gedeeltes, voorzitter, aan de Raad gepresenteerd is, het feit dat er mogelijk, met de nadruk op mogelijk, voorzitter, belangenverstrengelingen kunnen ontstaan,
heeft ons doen besluiten uw college de plannen te ontraden. Verder is deelneming van de gemeente in stichtingsvorm in onze beleving onwenselijk en na instemming onvoldoende controleerbaar. Voorzitter, de keus voor de locatie heeft ons de wenkbrauwen doen fronsen. Ondanks de grote dynamiek in het gebouw kan naar de mening van Op Koers te gemakkelijk het beeld ontstaan dat één grote marktpartij te nadrukkelijk aanwezig is en daarmee een te groot stempel kan drukken op de algehele plannen. Dank voor de bijdrage van Op Koers.nu. Tot slot de Partij van de Arbeid, mevrouw Kloekhorst. Dank u, voorzitter. Onze fractie vindt het voorliggende raadsvoorstel aansluit bij de toekomstvisie van de gemeente Hardenberg, waarbij de gemeente meedenkt bij maatschappelijke ontwikkelingen en meer ruimte biedt voor inwoners en ondernemingen om het economisch klimaat te versterken. De informatieavond over dit onderwerp op 8 september heeft ons nog meer doen inzien dat het belangrijk is om de kenniseconomie in deze regio te versterken, om in de toekomst een regio van economische betekenis te blijven. Het ondersteunen van onze ondernemers door middel van financiële bijdrages voor publieke belangen en het streven naar zo min mogelijk regels en procedures ziet de fractie van de Partij van de Arbeid als een taakstelling voor de lokale overheid. Aansluitend bij de economische visie vinden wij ook dat de rol van de gemeente eentje zou moeten zijn met minder verantwoordelijkheid voor zowel realisatie als uitvoering. Want de sleutel voor succes is de eigen kracht van onze Hardenbergse ondernemers. In de informatiebijeenkomst op 8 september is echter gebleken dat het juist daaraan ontbreekt. Een zorgelijk signaal, vindt onze fractie. Een regierol aannemen door deelneming in een privaatrechtelijke rechtspersoon tegenover de gebruikelijke voorwaarden scheppende rol. Hierover hebben wij onze bedenkingen. Het voorliggende raadsvoorstel vraagt nadrukkelijk om in te stemmen met een dubbelrol van de lokale overheid. Enerzijds geldschieter en toezichthouder, maar anderzijds ook uitvoerend bestuurslid. Dit is geen gebruikelijke, maar ook geen onmogelijke keuze. Hier moeten echter wel zwaarwegende redenen voor zijn. De fractie van de Partij van de Arbeid wil hierover dan ook geen lichtvaardig besluit nemen en vraagt de portefeuille slechts één ding. Wat gebeurt er met het ondernemershuis als de gemeente geen zitting neemt in dit bestuur? Akkoord, dank u wel voor de ronde. Allereerst dank voor de steun door in ieder geval de partijen die dat uitgesproken hebben voor het ondernemershuis. Het ondernemershuis is niet van de gemeente, benadruk ik nogmaals, maar vooral het samenwerkingsverband, het samenwerkingsvehikel van de drie O's. In hele moderne termen wel de triple helix genoemd, maar de samenwerkingsverband tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Met als doel om meer economie te stimuleren, onder andere met het ondernemershuis Hardenberg hier in onze eigen gemeente. Dat is het belangrijkste doel. Daar gaan we voor, daar staan we voor. In de informerende bijeenkomst heb ik u ook de toezegging gedaan om ook de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, zoals die de komende jaren zullen gebeuren. We hebben ook gezegd als gemeente, het college vindt dat er geen permanente vertegenwoordiging voor altijd zou moeten zijn in de stichting. En daarmee kom ik dan ook op de beantwoording van de vraag van de Partij van de Arbeid, van waarom moet de gemeente deelnemen en wat gebeurt er als de gemeente niet deelneemt. Ik denk dat de stichting ook heel goed zou kunnen doen zonder gemeente. Alleen ik denk wel dat we in een fase verschil nog zitten, in een termijn, in de tijd zeg maar, waarin nu juist de start van de stichting heel belangrijk is om ook in die gezamenlijkheid met die drie O's op te trekken en daarin ook juridisch die deelname te bezegelen, om het zo maar te zeggen. Omdat dat juist voor andere partijen
een teken is dat het de drie O's hier in Hardenberg, in deze regio, menens is om met die agenda, die ontwikkelagenda, die kennisagenda, zoals ik dat eerder heb genoemd, aan de slag te gaan. Als de gemeente niet zou deelnemen, nou, is het op dit moment onzeker of de stichting wel van start gaat, omdat de ondernemers dat zelf nog onvoldoende vertrouwen om daar op eigen wijze nu mee aan de slag te gaan. Maar het ligt nadrukkelijk in de bedoeling, zeg ik erbij, om dat in een termijn van 3 jaar, en na 3 jaar, als we hebben geëvalueerd, om dan te kijken om daar uit te stappen als gemeente. Want dan zouden, dan zouden we nog wel kunnen deelnemen, maar dan op een andere manier. Iets meer op afstand wellicht. Dat we zeggen van, nou, die dubbele pet, die willen we niet meer hebben, maar we blijven ons wel committeren aan de agenda. Dus dan zou je dat op een andere manier kunnen doen. Maar in dit stadium, waarin we aan het begin staan, waarin ook andere partijen zeggen van, goh, wij willen misschien dat wel financieel steunen, dat initiatief, is het ongelooflijk belangrijk dat de gemeente dat commitment geeft, ook door, en dat te laten zien, ook door juridisch deel te nemen. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden voor dit moment. Nou, de rest staat in het voorstel zelf genoemd. Dit als antwoord op de vraag van de Partij van de Arbeid. De andere partijen hebben ook iets genoemd over, nou, we willen graag op de hoogte gehouden worden, CDA, Leefbaar Hardenberg. Van, betrek ons bij de uitkomsten, de resultaten, doe intussen een evaluatie. Nou, die toezegging had ik eerder al gedaan, die doe ik hier nogmaals om u zo over een jaar eens bij te praten over de ontwikkelingen van het ondernemershuis. Dit was de beantwoording in eerste termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Mag ik dan overgaan tot de besluitvorming, het stemmen? Ik zie de behoefte van mevrouw Van den Hoek aan een stemverklaring. En ik heb de mededeling gekregen dat de heer Bak zich onthoudt van stemming, omdat hij ook vertegenwoordigd is in het werkgeversberaad van de Hardenberg. En daar is ook dit onderwerp besproken. Dus de heer Bak zal niet meestemmen. Mevrouw Van den Hoek heeft behoefte aan een stemverklaring. En ook de Partij van de Arbeid. Mevrouw Van den Hoek eerst. Dank u wel, voorzitter. Alhoewel de fractie van GroenLinks sympathiek staat tegenover dit voorstel, hebben wij wel grote moeite om hier in mee te stemmen. Wij gaan ook tegenstemmen. En dat komt omdat we vinden dat in de huidige tijd waarin maatschappelijke organisaties, sportverenigingen hier komen om geld te vragen, altijd naar huis worden gestuurd met de mededeling: zoek eerst maar zelf voor geld, hou je eigen broek maar op en dan gaan wij eens kijken wat we faciliteren. Ik begrijp de economische noodzaak en wij denken ook dat het belangrijk is dat daar facilitering en ondersteuning plaatsvindt. Maar 150.000 euro, denk ik dat deze gemeente echt andere dingen mee kan doen. De soberheid zou mooier zijn geweest. Akkoord, dank u wel. Andere stemverklaring, Partij van de Arbeid, mevrouw Kloekhorst. Namens onze fractie wil ik de portefeuillehouder bedanken voor het antwoord wat wij zojuist hebben gekregen. En omdat wij vinden dat het belang voor de toekomst, dat Hardenberg enige rol van betekenis heeft economisch gezien, stemmen wij in met dit voorstel. Akkoord, dank u wel. Stemverklaring, de heer Boersma en dan de heer Gelling. De heer Boersma. Nou, ik heb geen stemverklaring, ik heb even een procedureverhaal. Mij is altijd geleerd, dat heb je mezelf ook wel eens geleerd, iemand zich niet kan onthouden van stemming, maar als betrokken is, de zaal moet verlaten. En het vind ik toch goed om dat even met elkaar te markeren. Dat zou kunnen, daar heeft u volkomen gelijk in. Alleen ik heb gezien dat de zaal eigenlijk heel erg groot is geworden. Dus ik heb een praktische oplossing gekozen, in die zin. Maar als u zegt van, nou, symbolisch is het goed dat de heer Bak toch even een stap terug doet, dan wil ik dat graag ondersteunen en de heer Bak zal het ongetwijfeld ook wensen. Voorzitter, maar hij blijft in de zaal. Voorzitter, als ik nog een punt mag maken, in de vorige raadsperiode was het een goed gebruik dat het raadslid, wat hierbij betrokken was en niet wilde stemmen, buiten het gezichtsveld zou gaan van de raad. Buiten de zaal. En ik, voorzitter. Ik zou even, voordat we hebben nog een hele avond te gaan. Met alle respect, want anders dan gaat dit nu al. Er is nog een stemverklaring van de heer Gelling. Ja, meneer voorzitter, ik ben verbaasd over de procedure, want ik lees hier toch dat het een voorhangprocedure is die hier voor ligt, waarover niet gestemd hoeft te worden in de raad, maar waarbij u slechts het voorstel aan ons moet voorleggen om kennis te nemen van onze gedachten. Mijn fractie heeft u de vorige vergadering al vrij duidelijk onze gedachten kenbaar gemaakt, vandaar dat wij ook geen gebruik hebben gemaakt net van de ronde. Ik heb alleen maar stemverklaringen gehoord en ik was in de veronderstelling dat iedereen met mij eens is dat er dus niet gestemd gaat worden. En vandaar de stemverklaringen die al gegeven zijn net.
Akkoord. Het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. En dat is, dat is waarover besloten wordt, zeg maar, nu. Dus het wordt wel besloten, maar het wordt besloten om geen zienswijze in te dienen. En de raad had anders kunnen beslissen. Maar had er ook een ander voorstel of een amendement kunnen liggen. Dat is wat het punt is. Mag ik overgaan tot de stemming? Ik constateer dat de fractie van... Voorzitter, mag ik even één opmerking maken? De heer Brink, iets minder goed, sorry. Ik wil eigenlijk even één opmerking maken over de opmerking van mevrouw Van der Hoek. Voor mij gaat het ietsjes verder dan de stemverklaring wat er zojuist plaatsvond. En dat vind ik wel wat jammer voor de discussie, dus dat wil ik nog wel even meegeven. Ik constateer dat mevrouw Van der Hoek wel een stemverklaring heeft afgegeven, maar die had ook heel goed gepast in de eerste termijn. Had ik wel leuk gevonden. Ja. Precies, ja. Ik ook als portefeuillehouder, maar ik kan daar nu niet meer op reageren. Dat ga ik ook niet doen. Ik wilde het verhaal in stemming brengen, zoals gezegd. Ik constateer dat de fractie van het CDA voor is. Leefbaar Hardenberg voor, de ChristenUnie voor. VVD onthoudt zich van stemming. Ik begrijp dus dat ik nu voorstem om geen zienswijze in te dienen. Ja. Nee, daar zijn wij voor. Akkoord. Daar ben ik erg blij mee, constateer ik. D66 voor. Op koers per nu. Voorzitter, wij zijn tegen. Dan heb ik uw bijdrage goed begrepen. GroenLinks tegen en de Partij van de Arbeid voor. En daarmee constateer ik dat dit voorstel is aangenomen. Het voorstel, nogmaals, om geen zienswijze in te dienen bij het college van GS van Overijssel. Dank in dit opzicht toch, dat klinkt wat merkwaardig, voor de steun voor dit voorstel. De agendapunt kunnen we afhameren. En dat brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. De heer Bak mag weer binnen het zienveld komen van de raad en ook van deze voorzitter. We zullen hem de gelegenheid geven om weer zitting te nemen. Agendapunt 7. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg verlengde Stuurdijk 1 in Anen. Is er behoefte aan een stemverklaring? In ieder geval... Ik vraag u, kunt u instemmen met dit voorstel? Algemene stemmen. Kunt u instemmen met dit voorstel? Dit voorstel is aanvaard. Akkoord. Agenda punt 8. Vaststellen bestemmingsplan Rollepaal Oost. Omgeving Schutwijk in Dedemsvaart. Behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Alle fracties hier aanwezig vertegenwoordigd. Akkoord. Akkoord. Daarmee is ook dit voorstel unaniem aangenomen. Agenda punt 9, de lijst met ingekomen stukken tot en met 18 augustus. Kunt u instemmen met de wijze van afdoening? Akkoord. Dank. Agenda punt 10, de rondvraag. Is er iemand die gebruik wil maken van de rondvraag? Niet het geval. Agenda punt 11, sluiting van de raadsvergadering van dinsdag 15 september 2015. Dank u wel. Blijft u nog even zitten. We hebben nog een oriënterende ronde hierna. Ik stel voor dat we met een paar minuten... de vergaderingen beginnen.